Het gebruik van de operator modus. De automaat beschikt over een programmeermenu waarmee u allerlei speciale taken kunt uitvoeren. Plaats de meegeleverde operator USB-sleutel om toegang te krijgen tot de operator modus. Blader door de submenu's aan de rechterzijde van het scherm en druk op het gewenste submenu. De veranderingen worden opgeslagen zodra u de USB-sleutel verwijdert. De volgende submenu's zijn beschikbaar. 1 User Interface UI Settings. Dit zijn instellingen voor de gebruikersinterface. U kunt hier startschermen in of uitschakelen en gebruikersprofielen verwijderen. 2. Drink Settings. Dit zijn de drankinstellingen. U kunt hier volume en sterkte instellen. 3. Resettable Counters. Tellerstanden die u kunt resetten. 4. Fixed Counters. Tellerstanden die u niet kunt resetten. 5. Machine settings. Dit zijn algemene apparaatinstellingen. U kunt hier onder meer de kleur van de ledbalk aanpassen, ontkalking of reiniging starten. Let op bij het starten van de ontkalkingsprocedure of de benodigdheden en tijd hiervoor aanwezig zijn. Deze duurt namelijk circa 45 minuten. 6. Date Time. U kunt hier datum en tijd instellen. 7. Cleaning Day. U stelt hier de weekdag in waarop de reinigingsprocedure moet worden uitgevoerd. 8. Eco-settings energiespaarinstellingen. 9. Language settings u kunt hier de beschikbare talen activeren. Wanneer u meerdere talen selecteert, worden deze in het startscherm getoond aan de hand van vlag-iconen. 10. Contactinfo u kunt hier naam en telefoonnummer van de beheerder invoeren. 11. Systeminfo. Hier wordt een scherm met systeeminformatie, serienummer en softwareversies getoond. Reinigen en onderhoud. De automaat is voorzien van automatische reinigingsprogramma's. De handelingen die u dient uit te voeren worden op het scherm weergegeven. Reiniging. Minstens één keer per week de volledige reinigingsprocedure. Dit duurt circa 7 minuten. Spoeling. Het uiteinde van het doseermechanisme en de heetwateruitgang reinigen wanneer u een nieuwe verpakking plaatst. Dit duurt ongeveer 1 minuut. Reinigingspuls. De uitloop en leidingen worden met een kleine hoeveelheid heet water nagespoeld. Dit gebeurt 30 minuten na laatste drank met melk en duurt ongeveer 6 seconden. De reinigingsprocedure. Open de deur van de koeling, druk de hendels omlaag en verwijder de productpakken. Til de verpakkingen altijd eerst iets omhoog en trek ze er vervolgens pas uit. Reinig de binnenkant van de koeling met een schone, vochtige doek. Droog de koeling met een schone doek of droog keukenpapier. Plaats in de twee mixerkamers een reinigingstabletje. Plaats de productpakken terug en sluit de deur. Plaats de meegeleverde opvangbak op het bekerplateau onder de uitlopen. Druk op het scherm op Clean, Reinigen. Het apparaat begint te spoelen met heet water. Let op, het water dat uit de koffieuitgang stroomt is zeer heet. Hiermee wordt de automatische reinigingsprocedure afgerond. Als de reinigingsprocedure niet wordt afgerond of als u de reinigingsprocedure nogmaals wilt uitvoeren, leeg dan altijd eerst de opvangbak. De maximale inhoud van de opvangbak bedraagt 2 liter. Reinig de uitlooppijpjes met de meegeleverde borsteltjes. Neem ze daarna af met een schone, vochtige doek. Reinig periodiek, eens per drie maanden of frequenter wanneer het apparaat wordt gebruikt in een stoffige omgeving, het filter van de koeling. U vindt dit filter aan de achterzijde van het apparaat, achter het ventilatieroster. Neem het filter uit het apparaat en spoel het af onder een lopende kraan. Droog het filter en plaats het weer terug. Indien dit filter verstopt is, zal de koeling minder goed functioneren, wat uiteindelijk kan leiden tot foutcode 30. Indien er ingrediënten, koffie of melk in de koelbox lekken of worden gemorst, moet u de aangegeven gebieden goed reinigen. Voor het reinigen van de koeling kunt u desgewenst de oranje hendels verwijderen, zodat u de koeling hier nog eenvoudiger kunt reinigen. Druk beide kanten van de hendel naar binnen om het onderdeel los te maken.